30 jaar geleden was IT nog redelijk, redelijk nieuw, vrij onbekend. En dat leek wel op dat moment spannend. Ik was vooral geïnteresseerd in de wetenschappelijke kant, maar vooral meer de abstracte wiskundige kant. Maar wiskunde vond ik dan zo te abstract. En ik was naar de infodag gekomen en ik hoorde vooral de proffen heel veel passie en vuur over hun vak praten. En ik dacht, dit is misschien iets voor mij. Ik was eigenlijk al van in het begin geboeid door informatica. Ik heb op de computer, op tv leren programmeren in de tijd dat het nog schooltelevisie was. Ongeveer 300 alumni hebben zich ingeschreven. Ik heb daar zo'n wordcloud van gemaakt. Het is eigenlijk een getallencloud. Ja. En daarin ziet je dat eigenlijk bijna elke generatie toch vertegenwoordigd is. De nullen, dat zijn degenen die al vergeten waren wanneer dat ze afgestudeerd waren. Het is de eerste keer in heel veel jaren dat ik hier ben geweest en er is enorm veel veranderd. En in alle eerlijkheid veel minder groen als toen dat ik student was. Er staan veel meer gebouwen tegenwoordig. Dit gebouw stond er nog niet. De gebouw D is ook helemaal vernield. Dan heb je het hotel daar en de sportterrein is ook helemaal vernield. Er zijn heel veel leuke herinneringen. De beste herinneringen liggen even buiten de unief. En daarom vergaande academische discussies op café, dat wel iedereen al een beetje beschonken was tot de late uurtjes. Dat is niet alleen plezant, maar je werd ook gewoon beter in je vak, omdat daar mensen met zoveel ervaring en in de onderzoekssfeer je mee op sleeptouw namen voor een aantal jaren, dat je mee onderzoek mocht doen. Ja, dat was voor mij goud waard. Mijn leukste moment was misschien een examen bij Theo op espadrillen en short en t-shirt en 18 binnenhalen. Dat kon allemaal. En het is echt fantastisch om hier bijeen te komen. En het is bijna niet te geloven dat het 40 jaar geleden is dat de informatica hier is begonnen. Ja, ik heb gisteren de opdracht gekregen om dat hier te doen en om veel beelden te gebruiken. Ik heb een paar beelden, maar toch niet zoveel. Ja, ik heb wel veel foto's. Ja, ja. Dus ik ga compenseren voor Luc. Dus... Het gaat hier over 40 jaar computerwetenschappen, volledige opleiding aan deze universiteit, de eerste in Vlaanderen. Ik denk dat vrouwen vaak afgeschrikt worden van informatica, omdat ze dat associëren met een technische opleiding, terwijl dat aan mijn ogen veel meer een analytische opleiding is. Dus als je heel graag probleemoplossend denkt, dan is zeker niet alleen een ingenieursrichting een goede keuze, maar ook informatica. I think that computer science needs definitely more female touch. It needs more girls. Girls can do wonderful things with software and with codes. You can really see the difference. Informatica of IT is meer dan een computer. Dat is een manier van redeneren, een manier van denken. Babbel met mensen die de richting gedaan hebben, niet alleen de boekjes volgen, want dat is zo'n abstracte beschrijving van de richtingen. Ik denk dat wij ook iets dat denk ik in Amerika vaker gebeurt, dat studenten moeten nadenken, niet alleen over de studie, maar over welke jobs dat je daarna met de studie kan doen. Die denken informatica is gewoon op de computer spelen of naar websites surfen, terwijl je hebt heel veel abstract denken nodig, zelfs op een aantal wiskundige capaciteiten. Geen schrik hebben van wetenschappelijke richtingen. We hebben er tekort. Ik denk dat als je best doet, leert men aldoende, denk ik, op een universitair, als je basis een beetje oké is. Experimenteer. Hier kan je veel experimenteren, kan je veel uitproberen, kan je veel falen, kan je heel veel opsteken. Later lukt dat minder. Dus hoe meer je hier kan experimenteren, met hoe meer dingen je hier in aanraking kan komen, hoe meer je profijt van haalt later. Ik heb ongelooflijk geluk gehad in mijn leven dat ik gestopt ben met burgerlijk ingenieur en dat ik naar de VUB geweest ben. Dat was veel open, dat was nieuw, die gebouwen waren nieuw, dat was hier geniaal. Dat was hier de nieuwe wereld, de informatica wereld. Ja, dat blijft zo bij. Zo. Dat enthousiasme van, yeah, we did it.